leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag krijg ik mijn examenuitslag van de 3 vakken. En ik heb per ongeluk het beginstukje van deze vlog verwijderd. Dus daarom zien jullie mij niet in andere kleding en zo, omdat ik per ongeluk dat heb verwijderd. Maar ik had ze erin verteld dat ik ging douchen. En dat ik dus een beetje zenuwachtig was. Of nou ja, een beetje. Best wel heel erg vanochtend. Maar ik hoop dat jullie deze vlog nog steeds leuk gaan vinden. Ondanks ik per ongeluk dat beginstukje heb verwijderd. Maar in ieder geval, blijf zeker verder kijken als je wilt weten of ik geslaagd ben of niet. Guys, ze hebben net gebeld. Ik zat net in de douche. Ik was aan het douchen, want ik dacht, nou, ze gaan pas rond 10 uur bellen. Want dat zei iedereen. Belden ze om 9:30. Dus ik kon helaas niet mijn reactie filmen. Wat ik wel heel erg jammer vind. Want dat wilde ik natuurlijk voor deze vlog gebruiken. Maar in ieder geval, ik ben wel voor 2 vakken geslaagd. Ik ben voor Nederlands en Engels geslaagd. Nee! Dus daar ben ik heel erg blij om. En ik ben ook wel trots op mezelf. Want ja, ik heb heel veel gemist. En ik ben voor biologie helaas niet geslaagd. Het totale cijfer van biologie werd een 5. Dus ik had echt nog maar 5 van die puntjes nodig of zo. En dan had ik het gewoon gehaald. Dus dat is wel een beetje naar. Maar in ieder geval, die ga ik gewoon herkansen. Dus dat komt wel goed. Dat moet ik volgens mij volgende week doen. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik wel voor Nederlands en Engels ben geslaagd. Ik ga wel gewoon de vlag ophangen. Met mijn schooltas eraan. Voor Nederlands heb ik uiteindelijk op mijn examen een 7 gehaald. Als ik het goed heb. En voor Engels een 7,5. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik daar gewoon echt best wel goede cijfers nog op heb gehaald. Wat ik niet verwacht had van Nederlands. Ik ga jullie ook eventjes mijn outfitje laten zien. Dus wij gaan het gewoon wel vieren dat ik voor 2 vakken ben geslaagd. En ja, dat biologie net niet zo is. Ja, dat kan ik gewoon herkansen. Misschien doe ik het daar wel net iets beter op. Helaas moet je dan wel weer helemaal leren. Daar heb ik echt totaal geen zin in. Maar ja, dat komt vast ook wel weer goed. En natuurlijk vind ik het wel jammer dat ik niet voor 3 vakken ben geslaagd. Maar ja, het is zo. Nou, in ieder geval, dit is mijn outfit. Ik heb een off-the-shoulder roodachtig dingetje aan met een witte broek. Ja, en ik heb ook eventjes snel make-up opgedaan. En ik ben echt heel erg blij dat ik zie dat heel veel uit mijn klas wel zijn geslaagd. Dus daar ben ik wel heel erg blij ook voor hun om. Ik wilde nog eventjes vertellen dat ook al als ik wel 3 vakken had gehaald, dan was ik natuurlijk nog steeds niet echt geslaagd. Omdat, ja, eigenlijk kan je het pas denk ik echt geslaagd noemen als je gewoon je hele vakkenpakket hebt gehaald. En ja, dat kan ik natuurlijk niet in 1 jaartje doen. Dus ik zeg gewoon dat ik al een soort van geslaagd ben. Het is nu 's middags en we hebben het al een beetje gevierd dat ik toch nog wel 2 van de 3 vakken ben geslaagd. Ik heb ook even gekeken wanneer ik dan de herkansing moet maken voor biologie. En volgens mij is dat deze maandag al. Dus ik heb ongeveer maar 4 dagen om biologie te leren. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. In 4 dagen kan ik denk ik echt wel gewoon dat goed leren. Ik hoop dat het een veel makkelijker toets natuurlijk gaat worden. En dat ik het toch nog ga halen. De uitslag van dat is volgens mij 28 juni. Dus dat is ook al best wel snel. Dat is volgens mij 2,5 week of zo vanaf nu. Maar ja, ik ben in ieder geval al blij dat ik 2 van de 3 vakken heb gehad. Dus daarom vieren wij het ook gewoon wel dat ik toch nog 2 vakken heb gehad. Ik bedoel, waarom niet? Het leven is een feestje. Nou ja, in ieder geval, wij vieren het dus wel gewoon. Sorry voor de puist op mijn kop. Ik heb trouwens echt heel erg lief een roosje gekregen van een vriendinnetje van mij in mijn klas. Echt super lief, dit roosje. Mijn favoriete bloemen
zijn ook roosjes. Dus ik heb ook deze roosjes gekregen van mijn ouders. Dus heel erg lief natuurlijk. En ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Maar iedereen die deze vlog kijkt en die wel geslaagd zijn, heel erg gefeliciteerd. Jullie zijn allemaal toppertjes en ik ben heel erg blij voor jullie dat jullie geslaagd mogen zijn als jullie geslaagd zijn. En als je ook een herkansing moet doen voor een vak, net zoals ik. Ik hoop dat jullie het nu ook gaan halen, dat jullie met die uitslag gewoon mogen horen dat jullie wel geslaagd zijn. Heel erg veel succes ook alvast. Ja, dit gaan wij gewoon allemaal rocken. Gefeliciteerd, Lara. Dankjewel. Hierbij wilde ik eventjes nog de outro opnemen van deze video of vlog of hoe je dit ook noemde. Als jullie deze video leuk vonden om te zien, ondanks dat ik niet heb kunnen filmen dat ik een telefoontje kreeg, dat jullie het toch nog steeds een leuke video vonden. Dus als je dat vindt, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 50 likes, dat kunnen we toch wel doen. Als je wilt, kun je ook zeker abonneren op mijn YouTube-kanaal door op de rode abonneerknop te drukken. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!